Pas 9 jaar oud en Tegan heeft nu al zijn eerste eigen boot gebouwd. Het vaartuig maakte hij van gebruikte melkpakken. Tegan had een speciale reden om de boot van de gebruikte pakken te maken. Ik wou eerst gewoon een boot maken en ik dacht, ja, het is misschien handig als we het met melkpakken doen. Want het is ook goed voor het milieu. Je gebruikt die recycled dingen, dus zo ben ik er een beetje op gekomen. We begonnen met kit en daaronder houten planken, waardoor het een beetje vast zat. En zo zijn we uiteindelijk tot een boot gekomen. Hoe ik aan de pakken kom is gewoon vragen aan de buren en die leggen het dan in de tuin hier en die haal ik binnen. En hoe lang ik heb gespaard? 6 maanden volgens mij? 7? Zo lang spaar ik en dan heb je uiteindelijk dit. Ja, het is een ontzettend creatieve jongen die eigenlijk altijd iets nieuws bedenkt. En nou, op zoek naar dat soort dingen en dan komt er wel eens wat op tafel. Ik wil ook een boot of ik wil ook... En dan moet je verzinnen hoe je het aanpakt. En dan begint zo'n avontuur een beetje. Nou ja, ik hou van water en ik vind het gewoon heel leuk. Het lijkt me gewoon cool om op een boot te varen, op het water. Het was een beetje van het milieu, dat het moet beter zijn. Dus dan doen we het zo, dan zijn die pakken beter voor het milieu in plaats van dat je ze wegwerpt. Dat is wel belangrijk, maar dat heb je eigenlijk op een speelse manier komt dat vanzelf aan de orde. En het feit dat wij natuurlijk elke dag best wat van die melkpakken weggooien en de buren net zo. Dat op deze manier laat je zien hoeveel dat is en dat als je dat niet weggooit en hergebruikt, dan krijgt het nog een tweede leven. En daar zijn hij met zijn broertje weer heel bewust mee bezig geweest. De boot moet uiteindelijk op een kano gaan lijken en wat Tegan met de rest van de pakken gaat doen, dat weet hij nog niet.